Hallo, ik ben Menno van Maltep Menno en ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. Deze video gaat over lengte berekenen in een ruimtefiguur. In deze video ga ik laten zien hoe je een lengte kunt berekenen in een ruimtefiguur. En ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan: we hebben hier een piramide, en de opdracht is: bereken de hoogte TU in de piramide T. Rond af op 1 decimaal. Nou, we hebben dus deze piramide van T naar U, dat is dit stukje, en we moeten de lengte van dit stukje gaan berekenen. Hoe kun je dat doen? Nou, eerst gaan we even kijken of we een driehoek kunnen vinden waar TU in zit. Nou, je ziet, we weten hoek P en we weten PT, en je kunt dan een driehoek maken waar al deze dingen in zitten. En dat is de driehoek PUT. Die driehoek zal ik hier aan de zijkant even tekenen. Je ziet hem hier staan. En we gaan deze driehoek gebruiken om de lengte van TU te berekenen. Dan nu gaan we even invullen wat we allemaal weten. Nou, we weten de hoek bij U die is 90 graden, want de hoek tussen de hoogte en het grondvlak is altijd 90 graden. Verder weten we van P naar T is 9 centimeter en de grootte van hoek P is 62 graden. We moeten dus van T naar U berekenen. En nu gaan we even met elkaar bespreken hoe je dat kunt doen. We hebben hier een rechthoekige driehoek. In die rechthoekige driehoek weten we één hoek en één zijde. En als je dan een andere zijde wil berekenen, dan kun je dat doen met behulp van SOS-CasTOA. Dus we gaan SOS-CasTOA gebruiken. De vraag is dan altijd: welke techniek van SOS-CasTOA heb je nodig? Nou, we kijken even vanuit hoek P. Vanuit hoek P gezien is dit de overstaande zijde en dit is de schuine zijde. Het gaat dus over overstaand en schuin. Dat is os, oftewel sos van Sos Castoa. Het gaat hier over sos. Sos staat voor de sinus, dus we gaan gebruik maken van de sinus. En als je dan de sinus gaat gebruiken, dan mag je meteen de formule van de sinus invullen en dan krijg je dit. Je doet de sinus van de hoek, dus de sinus van 62. Is overstaand gedeeld door schuin, dus tu gedeeld door 9. Nou, nu gaan we tu berekenen. En als je tu wil berekenen, dan moet je kiezen tussen ga je hier keer doen of doe je gedeeld door. Als je twijfelt wat je moet doen, gebruik dan even dit ezelsbruggetje. 3 is 6 gedeeld door 2. Het tu staat op de plek van de 6. En als je aan 6 wil komen, dan doe je 3 keer 2. Want 3 keer 2 is 6. Dus als je deze wil weten, dan doe je deze keer deze. Als we tu willen weten, dan doen we dus deze keer deze. Dus voor tu doe je 9 keer de sinus van 62. Dat moet je even uitrekenen met de rekenmachine. Daar kom je hierop uit. En let op, je moet afronden op 1 decimaal. Dus dan wordt het 7,9 centimeter. En dan heb je het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Teken dus eerst even een driehoek waar tu in zit. En waar ook de andere dingen in zitten die je allemaal weet. En dan kun je aan de slag met SOSCA Stoa. En dan gebruik je dus de sinus om TU te berekenen. Gebruik even dit ezelsbruggetje. Zodat je weet dat je keer moet doen. Dan vind je dit. Rond af op 1 decimaal. En dan is dit het antwoord. En op deze manier kun je een lengte berekenen in een ruimtefiguur. Wat ontzettend leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Vond je dit nu een handige video? Klik dan even hier om te abonneren op mijn kanaal. En klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je heel graag snel weer terug bij de volgende video van Malt met Menno.